Het is zover. Ultimate Tots is hier. We gaan packs openen tot we erbij neervallen. FC 24 dus. Ik heb mijn weekend league nog niet gespeeld. Sterker nog, ik moet me nog kwalificeren. Dus vandaag gaan we ook de kwalificatie even deels meepakken, denk ik. Rivals, dat komt op een later moment wel. Maar ja, ik moet dus wel FUT Champs kwali en dan morgen FUT Champs gaan doen. Als ik mijn werkdag gehad heb. Dat is allemaal nog een beetje lastig. En zoals ik het zie, het team ziet er goed uit. We hebben Tamese bijna af. Moet ik ook in FUT Champs mee gaan spelen. Dus vandaar dat hij nog niet af is. En verder ziet het team er goed uit. Op de bank is een nieuwe aanwinst. Di Maria, die heb ik gepakt uit een player pick. En die is gewoon heel goed. 98 passing, 98 dribbling. Hele goede super sub. Dus die heb ik op de bank gezet. Maar we hebben nog een hele hoop te gaan. Er zijn zo ongelooflijk veel, jongens. Echt ongelooflijk veel spelers uit. En vandaag moeten jullie me een beetje gaan helpen met welke we moeten gaan pakken. Nacho Fernandez heeft een dikke kaart. 90 pace, 93 defending, 91 physical. Maar hij is niet monsterlijk, denk ik. Ik denk dat hij goed is. Als je echt een speler nodig hebt voor je team. Maar ik denk niet dat hij monsterlijk is. Al heeft hij wel echt de perfecte playstyle pluses hoor. Zo wat. Block, intercept en aerial. Het is wel een banger van de centerback. Maar ik denk dat hij in mijn team niet gaat passen. Hoe duur is deze jongen? Oh, helemaal niet duur. Ja, die moet uiteindelijk wel meegepakt worden, denk ik. Dan hebben we Martial, die is vandaag uitgekomen. Leuke playstyles met powershot plus, rapid en technical. Het is een geinige spits, maar hij is niet super goed. 4-star, 5-star. Spits, left, mid, left wing en cent forward. Hij kan wel op veel posities spelen, maar die is dus vandaag uitgekomen. Laat me even in de chat weten of ik hem moet doen, jongens. En Marco Roy, 96 end of era. Ik heb ze 95 tots dus. We moeten ze even gaan vergelijken om te kijken hoeveel beter deze kaart is. Maar deze mogen we niet laten liggen, hè, jongens. Deze moet echt gedaan worden. Dus dat is de eerste waarop we ons gaan focussen. Gewoon omdat het Royce is en die is een legend. En verder, Correa, Capoue, Lucio, Lookman. Dit was er allemaal al natuurlijk. Ja, dus het gaat eigenlijk vooral om Royce. Die moeten we eerst gaan doen. 7 squads. Oh joh, het zijn ook wel dure squads. Het wordt nog leuk. Maar we moeten wel een eind kunnen komen, denk ik. Dus die wil ik vandaag doen. Weekend League kwalificatie, player picks, packs. 83 teams, nog meer packs, nog meer player picks. We gaan gewoon keihard packs openen. Er zijn gegarandeerde tots SPC's uit. Die wil ik misschien ook nog wel meepakken. En ook te doen. Maar we beginnen even met 32 playpicks vandaag, jongens. En volgens mij is dit het perfecte moment om jullie te attenderen op het like-doel van 750 likes. Wil je morgen weer een nieuwe video zien, dan moeten die likes achtergelaten worden. En abonneer even als je nieuw bent. En we hebben elke dag weer een comment van de video. Dus ook vandaag, bedankt voor alle support. Laat me vandaag in de comments even weten wat jullie gaan doen na Ultimate Team op jullie Road to Glories. We gaan lekker packs openen. Hoppa, tots packen. Dat is het doel. En dus 83 keer 10's doen. Heel veel packs doen. We moeten Royce vandaag vrij gaan spelen. En misschien dat we ook nog wel wat kijkerpacks kunnen gaan doen straks. Waarom niet toch? Is ook nog wel geinig. Maar eerst dus player picks. Dit was alles wat ik kon klaarzetten vanuit de spelers die al in mijn club zaten. Ik weet niet eens hoeveel ik nou precies in de club zit aan walkouts. Want we hebben natuurlijk CR... Wat zeg je nou? CR7? We hebben helemaal geen CR7 gedaan. We hebben Thiago Silva gedaan. Dus ik moet even kijken wat we in de club hebben zitten straks. Maar ik moet ook even kijken of we betere playpicks kunnen krijgen dan dit. Want dit is echt niet goed. Hé, dat is eerst de walkout. Major, nice. Die hebben we nodig. Dus dat is goed. Dat is helemaal lekker. Zal ik Florenzi of Varaan in de nieuwe Evo gooien? Die gaan we ook even bekijken. De nieuwe Evo heb ik nog helemaal niet gecheckt. Ik ga ook beginnen aan de nieuwe Road to Glory. Dat had ik jullie al verteld, toch? Na deze week ga ik beginnen met de nieuwe Road to Glory op dit account. Wordt super leuk. Ik hoop dat jullie de serie allemaal vet leuk gaan vinden. Maar daar gaan we ook een Evo voor doen. Nu weet ik niet of ik hem momenteel al in de club heb. Maar dan gaat het over de Ultimate Tots Glow-Up. Het gaat dan om deze speler. Hato. Ik denk niet dat wij hem kunnen previewen, nee. Maar als hij geüpgraded wordt, krijgt hij echt een hele leuke centerbackkaart. Dus dat is de eerste optie. Dat vind ik leuk, want Hato is het talent. Weet je, die is echt nog hartstikke jong, laten we eerlijk zijn. Wat is die? 18. En die krijgt een hele dikke kaart. Het is leuk om daar dan zo'n EK-serie rondom te spelen, toch? Er is nog een optie daartegen en die is ook heel goed. En dan gaat het over iemand die nog nooit een pot verloren heeft met het Nederlands elftal, jongens. 15 potten die hij gespeeld heeft. En dat is niemand minder dan Jonathan de Guzman. Hey, deze kaart, jongens, wordt ook echt dik. Dat ten eerste. Is het gewoon leuk omdat hij dus een international is die nog nooit heeft verloren met het Nederlands elftal. Nu is hij niet opgeroepen, maar Hato ook niet. Dus dat zijn de twee zilveren kaarten. De twee opties die we hebben voor die nieuwe serie. Leuke kaart. 98 pace. 87 defending, 88 physical en hij kan op leftback. Hij wordt 4-star, 4-star. Wordt gewoon een monsterlijke leftback. Leuk om een serie omheen te bouwen. Toch? Dit is de Guzman. Die krijgt 95 pace, 96 shooting, 92 passing, 98 dribbling. Hij wordt 5-star, 5-star. Hij heeft ook bijna 80 defending en goede physical. Kan op CDM en op center mid. De playstyles zijn beter voor een middenvelder dan dat ze zijn voor een verdediger. Vind ik zelf. Dus ja, voor mij is het wel een beetje tricky. Welke van de twee moeten we doen? Dus jullie mogen stemmen in de poll en waar jullie ook op stemmen, dat wordt de speler waarom wij de nieuwe Road to Glory gaan bouwen. Nieuwe Incisive Passmaster is ook wel waard om even te checken zo, want wie weet zit er een leuke Evo tussen. Kinderen zeggen Brobby. Brobby heeft alle tots moments, jongens. Kijk dan. Weer gewoon 9 geopend sinds Pejor met helemaal niks.
Het is niet te doen. Eindelijk een walkoutje, zo dan. Hebben ze deze dingen genurfd? Zijn ze minder goed tegenwoordig? Eindelijk, Sandra. Ik kan mijn team zo wel even laten zien voor de mensen die mijn team nog niet kennen. 89 Alisson, daar word ik wel heel erg warm van. Daar ben ik echt heel warm van. De meeste die is nog niet klaar, die moet nog geüpgrade worden. Die krijgt nog echt heel veel goede stats erbij. En we moeten nog Weekend League spelen voor de Ultimate Tots. Dus ik hoop misschien nog wel een hele goede middenvelder of zo, verdediger in het team te kunnen zetten. Hernandez op linksachter zou perfect zijn. Katje vind ik namelijk niet heel denderend. Dat gaan we allemaal zien. Dat komt wel. Iemand zegt, kijk naar Van de Bomen in die nieuwe Evo. Het gaat om deze, hè? Incisive Passmaster. Van de Bomen gaat 85 pace, 94 shooting, 97. Oké, leuke kaart. Maar de upgrade is best klein. Wat doet Sir Emery? 93, 84, 91, 93, 88, 91. Ook leuk. Oh, we kunnen ook Frankie doen. 88 pace, 92 passing, 93 dribbling. Ja, dit is gewoon niet goed genoeg voor de meta, hè? De kaart hangt gewoon achter de power curve. Zo jammer. Maar het is wel leuk om een betere Frenkie de Jong kaart te hebben voor tijdens die Nederland Road to Glory. Dus dat wordt hier of de Jong of Van de Bomen waarschijnlijk, gok ik. Timber? Oh, we kunnen Timber doen, bro. Kijk deze centerback kaart. Yo! 92 pace, 95 defending, 94 physical. Hallo! Oh, man. Ja, dit is ook lekker, jongens. Dit is ook echt niet slecht. Incisive pass is ook niet gek op een verdediger, hoor. Oh, we hebben 3 Nederlanders die we hierin kunnen gooien. Reinders. Bijna club 90. Dit is jammer dat je deze Ivo maar 1 keer kan doen. Het is echt jammer. Van de Bomen, Frenkie, Timber en Reinders. Ik zou ze er allemaal instoppen. Nice, jongens. Hey, ik zie dat 54% op Timber stemt. Ook daar zouden we onze Road to Glory omheen kunnen bouwen. We gaan even 83 keer 10 doen, jongens. Want die moeten er ook uit geperst worden. We hebben nog een Premier League tots, een Live tots upgrade en een Bundesliga tots ook om nog af te ronden. Laten we hopen dat die 83 keer 10 ons even wat fodder geven. Waarmee we dus, nou ja, hopelijk weer die kunnen doen. Hoeveel Ultimate Tots spelers heb je al gepakt? Lijkt alsof, alsof ze niet in pack zitten. 6. Ik heb een dubbele Mahrez gepakt. Nou, die had ik al. Dus die is gewoon in SBC verdwenen. Dan hebben we Di Maria gepakt. We hebben Stanway gepakt. We hebben Bacha gepakt. En ik heb ook nog een andere totskaart gepakt. En dat was een Braziliaan uit de MLS. Niet Nicoli, die hadden we al. Hier, de Binha. Die hebben we ook gepakt. Dus dat zijn de ultimate tots tot nu toe. Maar het kan best zijn dat de packweight onderhand veranderd is, hoor. Dat weet ik niet. En Koulibaly. Ja, misschien dat ze de packweight hebben aangepast. Terwijl ik dat zeg, krijgen we een tots. Is het Dybala? Nee, een tweede Di Maria, jongens. Ha! Wat een humor heb je, jee. Had ook Messi kunnen zijn, trouwens. Ik heb Di Maria al. Dus we kunnen 2 dingen doen. We kunnen hem inleveren voor een exchange. Of we kunnen hem gebruiken in een andere upgrade. De Live Tots upgrade heeft vast een tots nodig, gok ik. Ik zou dat dan puur voor Modric doen, denk ik. Doku is wel leuk. Saint-Maximin heb ik dus al de 94 versie van. En Modric. Zou heel dik zijn. Romero misschien. Maar die gaat mijn team niet zien. Loftus-Cheek heb ik al. Rafinha zou ook dik zijn. Dat is een Live Tots upgrade. Oké. Hey, geen stress, hè? Kan gewoon dit. Ah, wel. Nice. Hoppa. Inleveren die al. Dubbele Di Maria mag dus weg. We gaan gewoon een gezellige avond van maken en hopelijk veel Ultimate Tots packen. De eerste staat dus al op de counter. Ik heb Royce uit de Bundesliga pack. Nice, die heb ik al gepackt ook. Dus die zou ik niet per se uit de Bundesliga pack willen. En ik wil zijn betere kaart ook. De eerste 83 keer 10 voor vandaag. Geen Tots kaart. Ik heb in ieder geval gisteren ook geen Tots gekregen. Dus dat was wel balen. Dit is een 86e. Toni Kroos. Wie zit er nog achter? Oh, 89 denk ik. Wat bent de reward? Hoe dan? Oh, wat lekker. Hé, hey, jongens, die 83 keer 10's waren echt kut. Die waren echt heel slecht. Goed, wel een 88'tje. Dat is de enige walkout in de pack ook. Wat een manier om Ultimate Tots de hype te killen, hè. Gewoon 83 keer 10's geven. Dat was een tijd dat dit de beste packs waren die je kon openen en je genoot. En nu, 84 keer 7 is veel beter. Heel veel beter. Eerste Live Tots guarantee. Dus we zijn op zoek naar Doku. Romero misschien, maar eigenlijk Doku of Modric. Goeie physical. Ik hoop zo dat het geen Loftus-Cheek is. De physical is ook niet zo goed. Zal het Chief zijn? Zullen we Chief hebben? Modric heeft niet zulke hoge physical. Nee, dat is slecht. Robinson. Hebben we al. Ja, we kunnen alle coins op de lijn zetten hier. Als we de 600 likes op de stream aantikken, open ik deze pack met coins. Eerst dus even mijn Bundesliga tots guarantee. Frimpong, Simons, Kobel. Altijd hetzelfde gezeik. Als we Kobel niet in Roy stoppen, dan gooien we echt een veel te hoge rating weg. Dus we gaan Kobel hierin stoppen, jongens. Vaarwel, Royce. We gaan je inleveren voor een betere, Royce. Dus het is helemaal goed. Ik heb van de kaart genoten. Hij is heel goed trouwens. Echt heel goed. Vandaar dat we deze Evo deze upgrade moeten halen. Want hij is echt gewoon heel erg goed. En dan de Premier League Tots Guarantee. Zullen we weer een stat revealetje pakken? Dat is wel leuk, hè? 85 physical.
84 defending. Zou dat Saka kunnen zijn? Het heeft wel potentie om Saka te zijn. Maar het kan ook een verdediger zijn. Is niet slecht. Goede shooting. Oh, de pace verneukt het helemaal. Ah, McAllister. Geen geluk, jongens. Geen geluk. Wat kan ik zeggen? Geen geluk. 750.000 coins. 11 gegarandeerde totskaarten. Gaan wij een stat reveal doen op elke kaart? Gaan we gewoon 1 voor 1 die stats bekijken? Of gooien we gewoon alles omhoog tot aan de stats en de nation? Ja, we kunnen ook de nation zien. Dat is niet leuk. Stat reveals? Oké, dat betekent dat mijn tv uitgaat. Ik zie nu niet meer wie het is. Dan gaat jullie image aan. Zien jullie ook niet meer wie het is. En, kut, ik moet natuurlijk wel even zien of ik de pack ook daadwerkelijk open. Hier gaat letterlijk, hier gaan al mijn funds. Die had ik ook heel goed kunnen gebruiken bij de New Road to Glory trouwens. Oké, jongens, kom op. We beginnen met 87 physical. Ja, het is de slechtste speler, hè. Hier hoeven we niet, het is nog een 92 rated, misschien wel hoger, je weet het niet. Dit is, als het goed is, een van de slechtste spelers. Links achter Wendell. Misschien dat we ergens tussendoor goede spelers gaan zien. Ik weet het echt niet. Mijn club zit zo vol met totskaarten. Misschien hebben we letterlijk 11 dubbelen. Je weet het gewoon niet. 91 physical, 93 defending, 88 pace. Niet goed, hè? Otamendi of zo. Bonucci. Wel 93 rated. Maar jammer van die pace. Geen idee wie dit is, jongens. Weten jullie wie dit is? Ik heb hem waarschijnlijk al in de club. Ik vermoed dat dit een dubbele speler is. Is het Lucky? Geen Giroud, toch? Die heeft een veel hogere shooting. Ja, is jong. Oké. Okay. Die had ik ook al. Middenveldertje. Goede passing en dribbling, maar... Niet aan de zoeken. Dit was speler 4 al, hè, van de 11. Veerman. Is dit de PSV-pack? En ik heb ze al. Speler 5. Een keeper. Nou, dit zal wel Kobe worden, denk ik. Of Alisson. Of Sommer. Je weet het niet. En dan zien we de naam. Donnarumma. Oké. Okay. 95 rated, jongens. Nu moeten we toch wel door de dubbele tots heen zijn. Geen slechte kaart. 99 pace. 90 shooting. 90 passing. 92 dribbling. Doku heeft 1 stat onder de 90. Volgens mij. Dus die kan niet zijn. Summerfield, hey, voor het vaderland, let's go. Die had ik nog niet. Dus we zitten officieel in de spelers die ik nog niet gepakt heb. Summerfield vind ik leuk. Is echt een win gewoon. Dat is echt geinig. Het komt perfect uit voor die Road to Glory. Een slechte kaart, dit is helemaal niks. Kowalski, kut, die vrouw zit er ook in natuurlijk. Helemaal vergeten. Nog slechter. Dunst, natuurlijk. Kowalski en Dunst kunnen niet ontbreken. We hebben nog maar 2 kaarten, jongens. Is ook niet goed. Patri. Zou de laatste zijn al? Keeper. Ik moest leren aan 1 keer hier. Was dit het? Meen je dat? Waarom de fuck kan moest leren aan als laatste? Verwacht je een hoge speler? Krijg je fucking moest leren. Summerfield vind ik wel leuk. Summerfield is een win. Als ik Luc de Jong en Veerman niet gehad, dat hadden we echt een leuke Nederlandse pack gehad hier. Dit is die 750k pack. Er ging mijn coins. Wat zie ik hier? Wat zie ik hier? Dik, jongen. Oh, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Hij gaat ook gewoon door alsof er niks gebeurd is, hè. Hij is alweer op zoek naar de volgende Ultimate Tots. 45 playerpicks dus op mijn eigen account, jongens. We zagen net in... Wat was het? 38? 41? Zagen we een Rice. Nou, als we dat op mijn account ook even kunnen doen, dan zou het helemaal lekker zijn. Al pak ik liever een Valverde. Of een Hernandez. Smith. Ronaldo. Messi. Neymar. David Alaba. De beste pool vandaag op mijn eigen account was Di Maria. De beste pool op het account van iemand anders was Tots Rice tot nu toe. En we hebben heel veel gekeken naar Evo's. We hebben heel veel nagedacht over de nieuwe Road to Glory die we gaan starten vanaf de EK promo. Heel veel zin in allemaal. En we hebben een 750k pack met coins geopend op de RTG. En nu heb ik geen coins meer. Oh! Batja! Het is dat ik je zo geweldig vind dit jaar. Maar ik had er... Oh, Grimaldo in de volgende! Big win! Big win! Ja hoor, 97 PS, 9 studie, 4 in pas, 7 trillen. Ik had het... Yes, yes, yes! Oh, nu nog Frimpong. Frimpong en we zijn binnen, boys. Frimpong en we zijn binnen. Let's go, dit is een big dub. Wat een goede kaart, man. Bijna club 90. Ah, genieten. Hernandez was de enige betere optie geweest daar. Ik denk oprecht dat Grimaldo en Hernandez de 2 beste linksachter zijn. En de derde beste, die heb ik al. Dat is Karchehui. Frenkie! Monstertje. Back-to-back tots. En dan is het ook nog eens Grimaldo. Dat is echt lekker. Ah, nu Frimpong nog, jongens. En dan ga ik zo'n leuk team bouwen. Oh, wat we dat genieten. Moeten we wel Frimpong packen, natuurlijk. Vandaag dus op de Road to Glory Di Maria en Grimaldo. En Batja dus net. Niet slecht. Heb je Wiggly al gespeeld? Nee, moet ik nog doen. Dus daar hoop ik eigenlijk een Frimpong uit te packen. Oh! Yes! Smith! Baby,
girl. 600.000 coins waard. We hebben haar Team of the Year zoveel gebruikt. Maar deze kaart is zo monsterlijk goed. Wat ga ik doen met mijn team? Ik weet het niet. Ik heb twee spelers die ik er echt graag in zou willen verwerken. Hiaro nog. Smith heeft natuurlijk wel plus chemistry. Dat is echt heel nice. Als we Morgan nog pakken. Dat doen we niet. Wel Pop. Ook niet. Niet slecht. Toby, kom er ook nog maar bij. Ja joh. 4 ultimate tots en 45 player picks, jongens. Ik ben de pack koning. Ik denk zo. Niet slecht. Zo is het opgelost. Ik denk dat dit wel goed is. Het was echt super gezellig. Heb je nog niet geliked? Laat nog even die like achter. Ook als je het terugkijkt als video natuurlijk. Wat vaak genoeg gebeurt. Vergeet niet even een like achter te laten. Ben je nieuw, heb je niet geabonneerd? Ik heb het een paar keer tijdens de stream gezegd. Het zou super tof zijn als je abonneert en het kanaal joint. We uploaden praktisch elke dag FIFA video's. En zijn altijd hartstikke leuk, denk ik zelf. De chat zal het wel beamen. En dan zou ik tegen iedereen zeggen. Geniet van je laatste paar uurtjes zondag. En succes deze week. Jullie zien me weer op mijn YouTube kanaal. Tot dan boys.